Sinds de opening van Sabon heeft de luxueuze keten in lichaamsverzorgingsproducten een winkel in het centrum van Rotterdam. Hier aan de Meent is de winkel sinds vanmorgen gesloten, net als alle andere 64 winkels in het land. Een uitstel van betaling heeft de winkelketen niet kunnen redden. Gisteren werd door de rechtbank het faillissement uitgesproken. Bij het hoofdkantoor in Ridderkerk is nog wel personeel aan het werk om alle spullen te inventariseren voor de curator. Ook dit personeel staat straks op straat, zonder werk. Ik heb zojuist met het personeel gesproken hier achter mij in de voorraadloods. En de meesten reageren zeer emotioneel. Enkele vertelden mij ook dat ze al maanden geen salaris meer hebben gehad. Ze hebben gevochten, zeggen ze, voor de zaak om hem overeind te houden. Maar dan nu toch een faillissement. Het bedrijf zegt zelf in de problemen te zijn geraakt doordat het geen geld meer had voor nieuwe winkels en al langer in financiële problemen verkeert. Toch is er nog hoop voor het personeel. De directie wil niet reageren voor de camera.